allemaal zaadjes gekregen vorig jaar. Basilicum, paprika, tuinkers, tomaatjes. Zelf nog wat. Ik heb preizaad gekregen van een lief vriendin. Ik heb nog allemaal pompoenzaden en ik ga toch maar weer eens een keer proberen om alles voor te zaaien. En ik heb dat andere jaren ook al geprobeerd, maar het is altijd een beetje lastig waar ik dat neer moet zetten. Ik ben nu op de logeerkamer en het is hier best wel koud, maar wel heel licht. Ik wil ook niet dat het van die hele slabberwaski plantjes worden, want dat heb ik dus heel vaak. Dus we gaan het proberen en we zien wel. Ik heb zaadjes genoeg, dus ik kan er altijd nog een paar bewaren. Voilà, basilicum. Als jullie gerommel horen, dan zijn het onze lieve Pepper en Silly. En die zijn zo blij dat ze even hier kunnen spelen. Die lopen heen en weer te rennen. Oké, paarse basilicum. Oh, dat is zo lekker. Dan hou ik nog wat over. Voor als het niet lukt. Zo. Alles is voorgezaaid wat ik wilde voorzaaien. Nou, ik moet ze nog even afdekken hoor, met iets. Die eierdoos in ieder geval. En dan gaan we zien wat eruit komt. Tomaten. Paprika. Bloemen. Prei. Even kijken hoor, hier zit... puntpaprika in. Dat is tuinkers. Hier is gewone basilicum, dat is paarse basilicum. En dit zijn allemaal pompoensoorten. Dus